Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij deze alweer laatste livestream van de 2021 najaarsserie van de Medische Publieksacademie. Georganiseerd door het UMCG en het Dagblad van het Noorden. Mijn naam is Judith Paridaan. Ik werk als onderzoeker bij de afdeling Verouderingsbiologie, het ERIBA van het UMCG. En ik zal vanavond uw voorzitter zijn. Dit najaar zijn er al 5 diverse lezingen georganiseerd. En die zijn gehouden door verschillende zorgverleners en onderzoekers van het UMCG. U kunt de eerdere lezingen ook terugzien. Hiervoor kunt u naar onze website npa.umcg.nl. Voordat we gaan beginnen, heb ik een aantal praktische mededelingen voor u. Allereerst, het programma van vanavond bestaat uit 2 lezingen van elk 20 minuten, met daarnaast 5 tot 10 minuten de tijd om de vragen door te nemen. Deze vragen heeft u al eerder via de e-mail ingestuurd, maar u kunt ze ook via de chatfunctie stellen. Onderin de livestream kunt u deze chatfunctie vinden. We proberen zoveel mogelijk van uw vragen te beantwoorden, dus stel ze vooral. De livestream is terug te kijken naar vanavond en zal aanstaande donderdag op het YouTube-kanaal van het UMCG beschikbaar komen. Het onderwerp van vanavond is microbioom, de rol van darmbacteriën bij ziekte en gezondheid. En we hebben vandaag 2 sprekers. We hebben professor Rinse Weersma en we hebben doctorandus Marjolein Klaassen. Professor Rinse Weersma is de maag-darm-leverarts en hij is hoofd van de afdeling maag-darm- en leverziekten van het UMCG. En hij zal vanavond spreken over wat is het microbioom eigenlijk en hoe het Lifelines-onderzoek helpt bij het begrijpen wat het precies is. Rinse, aan jou het woord. Dankjewel, Judith. Erg leuk om vanavond te mogen praten over de rol van de darmflora, wat we ook wel het microbioom noemen, bij ziekte en bij gezondheid. En op de dia hiernaast, of die je ziet, dat is een kunstwerk van een Belgische kunstenaar, die heet Delvoye. En die heeft een installatie gemaakt waarbij aan de ene kant voeding erin gaat en dan door allerlei processen komt er uiteindelijk een drol op dat plateautje. En die werd dan ingeblikt en die kon je dan als museumbezoeker kopen. Nou, daar kun je van vinden wat je wil, of dat mooie kunst is of niet mooie kunst. Maar wat wel duidelijk is, is dat er toch veel waarde zit in die ontlasting en in de darmflora. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat ga ik met jullie bespreken? Allereerst, wat is het microbioom? Hoe bestuderen we het microbioom? En wat is nou eigenlijk een gezonde darmflora of een gezond microbioom? Iedereen heeft daarover, maar wat is dat nou eigenlijk? En dan wat de resultaten laten zien van het Lifelines en wat we noemen het Dutch Microbiome Project, het Nederlandse microbioom project. En heel kort even hoe we daar in Groningen, in de Groningen Microbiome Hub, dat is een groep mensen, hoe we daaraan werken. En dan zal Dr. Hans Klaassen na de pauze meer wat resultaten laten zien van onderzoek. Ik wil gelijk ook even met een disclaimer beginnen, want in het onderzoek naar de darmflora, daar is ook heel veel ruis. Er is heel veel, wordt er geclaimd, wat eigenlijk niet echt door wetenschappelijk onderzoek gestaafd wordt. En dat heeft ook mee te maken dat er vanuit de voedingsindustrie of vanuit de reclame en uit marketing heel veel dingen geclaimd worden van dit is goed voor uw immuunsysteem, dit is goed voor uw darmflora. En heel veel van die claims zijn niet echt goed om wetenschappelijk onderbouwd. Vandaar dat we in Groningen ook eigenlijk meer een stapsgewijze benadering nemen. Dat we eerst goed willen begrijpen, wat is nou dat microbioom? Wat is een gezond microbioom? Waar is het anders bij ziekte? En dan pas de stap willen maken, hoe kunnen we dan ingrijpen? Dit is even een mooie overzichtsdia, waarbij je aan de ene kant die enorme hoeveelheid bacteriën ziet. En ook even, het microbioom is niet alleen bacteriën. Er zijn ook virussen, er zijn schimmels, er zijn allerlei producten die daar zitten. Dan zit er een slijmlaag, dat is die groene laag. En daaronder, daar zit de darm, zeg maar de binnenkant van de darm. En daar zit uw eigen immuunsysteem. Dus er is heel veel contact tussen die enorme hoeveelheid bacteriën en uw eigen immuunsysteem. We denken dat er ongeveer 500 tot 1000 verschillende soorten bacteriën, want waar ik vanavond met name ga over praten, gaat over de bacteriën in de darm. 500 tot 1000 verschillende soorten bacteriën, maar die hebben ook allerlei functies. Die maken bepaalde vitamines, die maken bepaalde, wat we noemen, vetzuren, die goed zijn voor de darmwand. Die breken bepaalde producten af, dus die hebben ook een functie in de darm. En wat heel interessant is, is dat eigenlijk als je ze telt, als je kijkt van hoeveel bacteriën zijn er nou eigenlijk in die darm, en die zitten met name ook in de dikke darm en ook in de dunne darm, dan heb je als mens net zoveel bacteriën aan boord als dat je menselijke cellen hebt.
Maar dat betekent dus eigenlijk dat je net zoveel bacteriën hebt als menselijke cellen. Dus dat zet alles dat is toch wel eventjes in perspectief. Wat ik net zei, aan de ene kant, binnen in de darm heb je dus de darmflora, al die bacteriën, heel veel omgevingsfactoren. Er zit natuurlijk ook wat je eet, de medicijnen die je neemt, allerlei producten die daar vanuit komen, die zitten aan de ene kant. En aan de andere kant van die eencellige laag, dat zal ik zo iets meer laten zien, heb je je eigen immuunsysteem. En dat wat ook heel erg beïnvloed wordt door allerlei erfelijke factoren. Hè? Dus jouw genetica, jouw erfelijke factoren, regelt ook een beetje hoe jouw immuunsysteem reageert ten opzichte van al die bacteriën. Eigenlijk zie je hier een soort animatie van de binnenkant van de darm. En je ziet al die plooien. En door die plooien wordt het oppervlakte van de dunne darm enorm groot. En we denken dat de totale oppervlakte van de dunne darm ongeveer 2 tennisvelden groot is voor een mens. En dan is het dus 1 cellaag dik die zeg maar de binnenkant van de darm scheidt van jouw eigen immuunsysteem. En dat zie je hier. En dan circuleren daar allerlei cellen, B-cellen en T-cellen. Dat heb je misschien ook wel gehoord de laatste 2,5 jaar, dat die belangrijk zijn in je immuunsysteem. En die cellen, die controleren de hele tijd eigenlijk van, hoe zit het nou met de darmflora? Welke bacteriën zijn er nou aanwezig aan de binnenkant van mijn darm? En dit is een animatie, maar zo ziet het er ook echt uit. Dus je voelt ook echt van, hey, dit is een bacterie. En dan kan je immuunsysteem kan denken, nou, dit is bijvoorbeeld, ik zeg maar, een salmonella-infectie. Hè? Dus een buikgriep die je dan krijgt. Hè? En dan denkt je immuunsysteem, die krijgt dan een seintje, nu moeten we aan het werk, want die salmonella moet eruit. Aan de andere kant kan het immuunsysteem ook denken van, nou, deze bacterie is een goede bacterie, die ken ik, hier hoef ik niks te doen. Aan de ene kant hebben we dus veel werk gedaan aan de kant van het immuunsysteem, erfelijkheid, hoe zit het zo? Maar er is enorm veel aandacht nu voor die darmflora. En er is ook een beetje de vraag, waarom is dat nu opeens zo in de interesse? En dat heeft ook heel erg te maken met technologische vooruitgang. En dat zie je vaker in de wetenschap, dat het toch heel erg ook gedreven wordt door nieuwe technieken, waardoor we meer nieuwe vragen kunnen stellen. En waar zit dat nou in die technologische vooruitgang? Is dat die bacteriën, vroeger moesten we eigenlijk elke keer 1 bacterie kweken, 2 bacterie kweken, 3 bacteriën kweken. En daar konden we dan een beetje een beeld krijgen van welke bacteriën zitten in de darm en wat doen die bacteriën. Tegenwoordig hebben we nieuwe technieken. En dat noemen we dan het sequencen van de sequencing techniek. En daarmee kun je heel erg naar het DNA kijken. Het DNA bestaat uit A'tjes en T'tjes en C'tjes en G'tjes. En we kunnen dan in 1 klap alle DNA bijvoorbeeld uit een ontlastingsmonster halen. Dan al die A'tjes en T'tjes en C'tjes op een rijtje zetten. Dat allemaal weer aan elkaar kan plakken. En dan kunnen we op een gegeven moment zeggen van, nou, dit stuk DNA dat hoort bij een E. coli bacterie en dit stuk DNA hoort bij een bifidobacterium. En zo krijg je door dit soort technieken niet de resultaten van 1 bacterie, maar weet je dus in 1 klap alle bacteriën die in de ontlasting zitten. En dan heb je een soort overzicht van het hele ecosysteem. Dus je snapt wat er in het hele ecosysteem aan de hand is. Nou, dat is eigenlijk een van de grote redenen dat we veel meer onderzoek doen op dit moment naar die darmflora. En dat betekent ook dat we zeg maar ook veel dieper in die darmflora. Dit is zeg maar ja, wat je zeg maar de order, de tree of life. Hè? Dus je hebt zoogdieren en dan heb je koeien en dan heb je verschillende soorten koeien. En zo heb je ook bacteriën en een hele hoop verschillende soorten bacteriën. Maar we kunnen zelfs ook kijken naar een hele hoop, bijvoorbeeld een E. coli, een hele bekende bacterie. Maar je hebt E. coli's die schadelijk zijn en je hebt E. coli's die gewoon in je darm zitten waar je helemaal geen last van hebt. Dus op dat niveau kunnen we nu gewoon in 1 klap kijken en kunnen we dat ook in heel veel monsters doen. Ik zei al, je krijgt een enorme hoeveelheid data. Dat gaat om tientallen terabytes aan gegevens als we onderzoek doen. En vervolgens heb je zeg maar de bioinformatici, de wiskundigen nodig om dat allemaal weer goed op een rijtje te krijgen. En dat is iets, en dat is echt wat we noemen big data analyses. En dat is iets waar we heel goed zijn in het UMCG. En waardoor we dus al die dingen goed op een rijtje kunnen krijgen en veel beter kunnen snappen waar we nou eigenlijk naar kijken. Ik heb 2 voorbeelden. Gewoon
om even een beetje een idee te geven. Wat voor onderzoek doen we nou in dat, met dat microbioom? En wat voor nou, een beetje een zicht daarop te krijgen. Eén voorbeeld is om aan te geven dat die darmflora of het microbioom verandert in de tijd. Dit was een onderzoek gedaan door twee mensen, twee onderzoekers uit Amerika. Heel leuk onderzoek. En die hebben elke dag een poepmonster verzameld. Dat was best een klus, want dit waren reislustige types. Dus die moesten de hele tijd met zakken vol met ontlasting de grens over. Nou, dat kun je voorstellen dat dat niet altijd makkelijk ging, maar het is ze gelukt. En wat ze vervolgens hebben gedaan, van al die poepmonsters van elke dag, dat hebben ze, wat ik zei, gesequenced. Dus ze hadden een overzicht van, nou, hoe ziet mijn darmflora er op die dag uit? En dan die lijntjes, dat zijn verschillende groepen van bacteriën. En wat je heel duidelijk kan zien, is dat bijvoorbeeld de bovenste, dat is de eerste deelnemer, die had een redelijk stabiel microbioom. Ging op een gegeven moment voor een maand of wat naar Zuid-Korea, waar een heel ander dieet is. Dus veel meer gefermenteerd eten, een hele andere dieet natuurlijk dan in Amerika. Je ziet dat dat microbioom echt flink verandert. En na die tijd gaat hij terug weer naar het gezonde Amerikaanse westerse dieet. En zie je dat die darmflora weer terugkomt op dat oude niveau. Dus is het echt een illustratie dat dieet duidelijk een invloed heeft op je darmflora. En ook zeg maar dat die veranderingen ook weer terug kunnen gaan. De tweede persoon, dus die heeft deze studie met z'n tweeën gedaan. Die had ook een heel stabiel microbioom. Zoals je aan de linkerkant van het onderste plaatje kan zien. En die kreeg een salmonella infectie. Nou, dat was niet mooi voor de persoon, maar wel goed voor het onderzoek. Want toen zag je dat die darmflora enorm veranderde, maar niet meer terug veranderde na die infectie. Dus na die infectie was de darmflora echt permanent veranderd. Het hoeft niet per se slecht te zijn, maar duidelijk dat het anders was dan voor de infectie. Een ander voorbeeld. Dit is een voorbeeld over wat je kunt doen als je de darmflora manipuleert of als je de darmflora probeert te veranderen. Dit gaat over een infectie, een darminfectie, dat is Clostridium. En Clostridium is een bacterie die eigenlijk gewoon in je darm zit. Maar als je bijvoorbeeld antibiotica kuren krijgt voor het een of ander, kan het zo zijn dat die Clostridium bacterie uit gaat groeien en een infectie gaat geven en zeg maar alles overneemt. En dan vervolgens moet je eigenlijk weer met antibiotica die bacterie behandelen, wat natuurlijk ja, lastig is. En soms ook, lukt het ook niet om die Clostridium bacterie weer terug te dringen. En dan deze studie laat zien dat er, en dat zijn de linkerbalkjes, dat als je dan die mensen een poeptransplantatie geeft, dus gewoon feces of poep in een suspensie, dat gaat dan via een sonde in de dunne darm, dan zie je dat het uit de genezingspercentages heel hoog zijn. Dus 90% van die mensen die genezen razendsnel van deze darminfectie. En dit is eigenlijk al zeg maar iets wat we ook in de kliniek doen. Dus mensen met moeilijke infecties van die Clostridium behandelen we nu al met poeptransplantatie. In Leiden zit de Nederlandse Donor Facesbank. Daar wordt faces verzameld van supergezonde donoren. En daar kunnen wij het gewoon bestellen. Dus wij bestellen dan die ontlasting en die worden dan aan de patiënten gegeven. En dat werkt heel erg goed. Die poeptransplantaties worden nu onderzocht bij heel veel ziektes. Die resultaten zijn nog niet allemaal even veelbelovend. Maar in het kader van die Clostridium werkt het wel goed en is het dus ook al gewoon standaard zorg. Dan de vraag, wat is nou een gezond microbioom? Dat claimen we allemaal. Iedereen heeft over gezonde darmflora. Maar als we heel eerlijk zijn, weten we eigenlijk pas sinds kort een beetje wat ongeveer een gezonde darmflora zou, hoe die er ongeveer uit zou moeten zien. En Lifelines heeft daar een belangrijke rol ook in gespeeld. Lifelines, dat is de biobank, het grote populatieonderzoek hier in Noord-Nederland, waar inmiddels 167.000 deelnemers aan meedoen. Dat is een gigantische goudmijn voor de wetenschap en dat is ook redelijk uniek in de wereld. En binnen Lifelines zijn er verschillende, nou wat we zeggen, subcohorten waar we bepaalde onderzoeken hebben gedaan in een beperkter aantal deelnemers. Eén daarvan is in het midden een onderzoek naar het microbioom, dat zal ik jullie zo wat laten zien. En een ander onderzoek, dat is meer van onze afdeling, dat noemen we de 1000 IBD-cohort. Dat is een studie waarbij we met name kijken naar patiënten met ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dus dat zijn mensen met chronische darmziekte. En als je dan de darmflora van die mensen met Crohn bekijkt en vergelijkt met mensen, gezonde mensen uit Lifelines, even een voorbeeld, dan zie je dit soort patronen. Je ziet op dit plaatje, elk bolletje is één patiënt
En die staat zeg maar op de driedimensionale grafiek zo uitgeplot dat die zeg maar wat het een soort samenvatting is van de darmflora. En wat je eigenlijk ziet is dat die rode bolletjes, dat zijn de mensen met ziekte van Crohn. En de blauwe bolletjes, dat zijn de gezonde mensen. En je ziet dat die twee helemaal uit elkaar liggen. Dat betekent dat de darmflora van mensen met ziekte van Crohn, met name in de dunne darm, dat die anders is dan bij de mensen van gezonde mensen. En dan kunnen we natuurlijk de diepte in, want we willen weten welke bacteriën zijn dat dan. Wat gebeurt er dan als we die bacteriën weer geven of juist minder, maar zorgen dat ze minder van die bacteriën hebben. En Marjolein Klaassen zal na de pauze iets nog zeggen over de ziekte van Crohn en microbiome. We hebben het ook nog groter aangepakt in het Lifelines Dutch Microbiome Project, het Nederlandse microbiome project. Daar hebben we van bijna 9.000, 10.000 deelnemers hebben we feces verzameld, poep verzameld. Maar nog veel meer. We hebben ook keelmateriaal afgenomen. We hebben bloed afgenomen. We hebben allemaal klinische gegevens verzameld. En we hebben van al die poepsamples, hebben we het DNA uitgehaald en dat hebben we gesequenced. En vervolgens hebben we daar naar gekeken. We wisten van die mensen ook heel veel klinische gegevens. Dus we weten nu hoe dat microbioom eruit ziet, maar we hebben ook allemaal bloedwaarden. We weten wat hun dieet was. We weten wat voor medicijnen ze gebruikten. We weten wat hun geografische locatie is, waar ze wonen. We weten wat voor ziektes deze mensen hebben en nog veel meer. Maar we weten bijvoorbeeld ook of ze geboren waren met een keizersnede of niet, wat allemaal van invloed kan zijn op de darmflora. Vervolgens hebben we al die factoren bekeken en hebben we heel veel analyse gedaan. Dat voert nu even te ver. Wat ik wel belangrijk vind, en dat is dan deze dia. Dit is ook gelijk het moeilijkste plaatje van de presentatie. Is wat je hier ziet, is dat noemen we dan een heatmap met een duur woord. Op deze as zie je allemaal verschillende bacteriën met allemaal verschillende namen. Op deze as zie je allerlei groepen van ziekten. En die ziekten die kunnen zijn van neurologische of mentale aandoeningen, zoals depressies. Kunnen maag-darmziekten zijn, zoals prikkelbare darmsyndroom of ziekte van Crohn. Maar het kan ook type 2 diabetes of hartziekte of hoge bloeddruk. En wat je eigenlijk ziet, en dat is belangrijk om even naar het onderste lijntje te kijken, is dat dit zijn de mensen die aangeven in Lifelines, dus dit is van die 8000 deelnemers, in Lifelines die zeggen, nee, ik ben gezond, ik gebruik geen medicijnen, ik voel me goed en we vinden ook in de bloedwaarde allemaal geen bijzonderheden. Dus we zeggen, deze mensen zijn gezond, zijn echt gezond, zonder aanwijzingen hebben voor ziekte. Deze mensen, daarboven, hebben allemaal een hele groep van, of allerlei verschillende soorten ziekten. En wat je nu ziet, is toch een patroon. Rood betekent dat er minder aanwezig is van bepaalde bacteriën. Blauw betekent dat er meer aanwezig is van bepaalde bacteriën. En dan zie je toch dat er bij heel veel ziekten heel veel bacteriën omhoog gaan en heel veel bacteriën omlaag gaan. En dat dat een precies anders patroon is dan bij de mensen die zeggen, ik voel me eigenlijk heel erg gezond. En deze bacteriën, die kennen we natuurlijk ook wel. En we weten dat dit inderdaad bacteriën zijn waarvan we denken dat ze inderdaad goed zijn voor je immuunsysteem, voor je afweer en dat soort zaken. En dat hier inderdaad de wat slechtere bacteriën zijn. Dus als je nu langzaam gaat vragen van wat is nou een gezonde darmflora, dan beginnen we langzamerhand wel te begrijpen dat deze bacteriën en deze bacteriën wel belangrijk zijn als, en kunnen passen bij een gezonde darmflora. Andersom is het natuurlijk ook superbelangrijk, als we dan weten wat een gezonde darmflora is, welke factoren beïnvloeden dan die darmflora? Dat zijn er ontzettend veel. En dat is nog niet eens zo makkelijk. Maar we weten dat dieet daar een rol in speelt. We weten dat ziektes daar een rol in spelen. We weten ook dat medicijnen daar een rol in spelen. Antibiotica is natuurlijk een klassieke. We weten dat antibiotica de darmflora behoorlijk in de war kan schoppen. Maar ook andere medicijnen, zoals bijvoorbeeld de maagzuurremmers, Lozec, die kent u misschien wel, of pantoomeprazol of Nexium, dat soort middelen, die kunnen ook de darmflora flink veranderen. Dit voert nu ook allemaal even te ver, maar we proberen zeg maar grip te krijgen op welke factoren beïnvloeden het microbioom en wat is nou een gezond microbioom, zodat we een beter idee krijgen van hoe kunnen we dat microbioom dan ook weer bijsturen.
Want dat is natuurlijk de kern van het verhaal. Daarom is het nou zo belangrijk, is die darmflora, die kun je dus veranderen. Dat heb je aan een van de eerste dia's van die mensen die op reis gingen, heb je gezien. Je kunt die darmflora veranderen. Dat kan redelijk grofstoffelijk, zoals met die vezels, met die poeptransplantaties. Maar het kan natuurlijk ook met bijvoorbeeld met dieet of met het geven van probiotica of groepen van bacteriën. En soms, en daar zijn we ook steeds meer aan het kijken, is het ook eigenlijk, misschien gaat het wel helemaal niet om die bacteriën, maar gaat het om de producten die die bacteriën maken. Dus bijvoorbeeld, dat noemen we dan metabole producten. Misschien moet je die wel geven. Nou, dat is allemaal onderzoek wat gaande is in de wereld. Om zeg maar, als je microbioom afwijkend is bij bepaalde ziektes, om te kijken hoe kunnen we dat weer moduleren naar een gezond microbioom. En heeft dat dan ook effect op ziekte? In Groningen, heel kort even, de Groningen Microbiome Hub. Deze dia is verouderd, want we zijn met veel meer mensen inmiddels. Het leuke van dit onderzoek is dat het enorm multidisciplinair is. Want we werken dus met biologen, microbiologen, genetici, dokters, maar ook met wiskundigen, hè, statistici en de bioinformatici en voedingsdeskundigen om al dit soort werk te doen. Want alles heeft hiermee te maken. In Groningen kijken we naar heel veel factoren, wat ik al zei, naar het dieet, naar erfelijkheid, naar verschillende ziektes. We kennen de rol van medicatie, hoe beïnvloedt medicijnen de darmflora, maar ook andersom, hoe beïnvloeden de darmflora de aanwezigheid van bepaalde medicijnen. Er zijn ook mensen in de groep die zijn nou veel meer bezig om bijvoorbeeld mini-darmpjes te maken en bepaalde bacteriën toe te voegen aan die mini-darmpjes om te kijken wat het effect is op die darmen. Er is heel veel gaande en ik verwacht in de komende jaren dat er ook nog wel veel meer resultaten ook uit Groningen zullen komen. Laat ik het hier even bij. Na de pauze zal dokter Klaassen, zoals ik zei, iets meer gedetailleerd over een aantal onderzoeksresultaten presenteren. Nou, dankjewel Rinse voor dit heel heldere verhaal. En wat goed om te zien hoe Lifelines hier belangrijke bijdrage aan levert. Ja. Ik ga nu graag over naar de kijkersvragen. We hebben heel veel vragen binnengekregen. Heel veel van deze vragen gaan ook over persoonlijke situaties. Die kunnen we helaas niet helemaal in detail beantwoorden. Maar wat ik zal proberen is om het zo algemeen mogelijk te behandelen. De eerste vraag. Kun je een minder gezond microbioom, kun je dat zien aan de uiterlijk van de ontlasting? Nee, feitelijk is dat, kun je dat niet goed zien. In feite kun je dat niet goed zien. Hè? Dus we zien wel dat mensen met diarree, dat vaak wel de darmflora er anders uitziet. Maar het is niet een zwart-wit patroon, dat als je darmflora zo, als je uiterlijk van je ontlasting zo is, dat dan een teken is van slechte darmflora. Nee, zeker niet. Oké, wordt bijvoorbeeld ook gevraagd, als de ontlasting stopverf grijs is of zwart, wat betekent dat? Ja, dat zijn hele specifieke tekenen. Die staan eigenlijk los van het microbioomwerk. Hè? Dus als je stopverfkleurige ontlasting, dat zien we wel eens. Maar dat is echt bij mensen met ernstige leverziekten. Hè? Bijvoorbeeld als je galwegproblemen hebt. En zwarte ontlasting zien we bijvoorbeeld mensen met bloedingen vanuit de maag. Dat ze dan een teerzwarte, stinkende ontlasting kunnen krijgen. Dat zijn echt uitingen van specifieke ziektes. En dat staat eigenlijk los van de darmflora of van het onderzoek wat we hier doen. Oké. Okay. Ja. Er was ook een vraag over die Clostridium bacterie waar je het over had. Ja. Als een patiënt het eenmaal heeft gehad, is er een hogere kans om zo'n infectie nogmaals te krijgen? En kan de patiënt daar zelf ook iets aan doen om dat te voorkomen bijvoorbeeld? Nou, dat laatste is eigenlijk niet. Dat is lastig. De meeste Clostridium infecties, zoals ik zei, die ontstaan in aansluiting op een antibiotica-kuur. Ja, dus je verstoort de darmflora. En er is dan een soort ecologische ruimte waar andere bacteriën opeens kunnen gaan groeien. En dat is wat die Clostridium doet. Die Clostridium heb je gewoon, dus je raakt hem ook niet kwijt, maar hij moet niet de boel overnemen. Dat is eigenlijk het iets. Wat we wel vaak zien is dat, zeker in een ziekenhuis als het onze, dat mensen die bijvoorbeeld veel immuunonderdrukkende medicijnen gebruiken, bijvoorbeeld bij de ziekte van Crohn, maar ook bijvoorbeeld bij transplantatiepatiënten, dat ze dan veel hardnekkiger zijn, dat ze dan veel moeilijker weg kunnen krijgen. Over het algemeen is zeg maar, de behandeling, we hebben een aantal stappen, ook met verschillende antibiotica-soorten. En als dat niet werkt, dan geven die poeptransplantatie. Dat is over het algemeen heel effectief, zoals ook in die dia gezien werd. Ja. Oké.
Ja, je noemde ook dat sommige medicatie een effect kan hebben op het microbiome. En ja. Je noemde specifiek maagzuurremmers. Ja. Hoe werkt dat precies? En is dat ook te voorkomen dat het een effect heeft? Ja, dat is wel een belangrijk. Het is goed dat je het vraagt. Ik denk dat het een belangrijk punt is. Die maagzuurremmers. Ik wil beginnen te zeggen dat het fantastische medicijnen zijn. Ze hebben heel weinig. Ze werken ontzettend goed. Ze hebben weinig bijwerkingen. En als mensen het nodig hebben, dus mensen met maagzweren, mensen die bloedverdunners gebruiken, speciale bloedverdunners ter maagbescherming, mensen die echt zure branden hebben, dat wil ik gelijk zeggen, is heel belangrijk om dat gewoon te gebruiken, want het zijn hele veilige medicijnen. Het punt is echter dat in Nederland het ook gewoon bij de drogist te koop is. Dus je kunt bij Kruidvat kun je het inmiddels ook gebruiken. En het zijn medicijnen meer dan 2 miljoen Nederlanders gebruiken dat. En een hele hoop mensen gebruiken het niet voor een hele goede reden. En wat we zien is dat het wel de darmflora verandert. En dat komt waarschijnlijk omdat je de zuurbarrière weghaalt. Kunnen bijvoorbeeld bacteriën van je mond, die kunnen makkelijker in je darm komen en daar verder groeien. Dus je krijgt een ander ecosysteem, waardoor je een andere balans van bacteriën krijgt. En die balans die wij zien, is toch wat ongunstiger dan als je zeg maar kijkt van, nou, wat zouden we nou een gezonde darmflora zien. Dus mijn oproep is altijd van, ten eerste, als je het nodig hebt, gewoon gebruiken, want het is gewoon veilig. Als het twijfel is of als het niet voor een hele goede reden voorgeschreven is, dan moet je echt overwegen van heb ik dit echt nodig? Het probleem is dat het stoppen van die maagzuurremmen soms lastig is. Omdat je dan, als je stopt, krijg je wat we noemen een rebound effect. Dus de maag gaat dan wat meer zuur maken. Dus mensen krijgen direct weer last en beginnen weer. Daar moet je dan even doorheen. En bespreek dat ook met de huisarts bijvoorbeeld. Want vaak wordt het wel gestart en zelden meer gestopt. Dus als 2 miljoen Nederlanders dat gebruiken en de darmflora verandert, dat is wel iets waar we ons toch wel wat zorgen over maken. Ja, dat lijkt me heel nuttige informatie. Een andere vraag is er een band tussen een minder gezond microbioom en geestelijke gezondheid, bijvoorbeeld depressie? Ja, er is heel veel interesse in wat we noemen de relatie tussen de darm en de hersenen. En wij hebben wel, dat hebben we ook in de dia wel laten zien, dat zeker dat inderdaad bij depressies of mensen met depressieve gevoelens, dat de darmflora wel wat anders kan zijn. Hoe dat, zeg maar, die relatie is nog heel erg onduidelijk. En of dat ook echt de oorzaak is en of het ook beter wordt als je darmflora manipuleert, dat weten we allemaal nog niet. Maar we zien wel ook in elk geval in het Lifelines-onderzoek en ook andere onderzoeken wel dat er wel bij heel veel ziekten, maar dat is niet alleen depressie, dat er wel een soort verandering is in de darmflora. Mm-hmm. Ja. En hebben medicatie zoals antidepressiva ook een effect op het microbioom? Ja, andersom ook weer. Ja, dat maakt het weer nog een keer ingewikkeld. We zijn steeds meer geïnteresseerd in de rol van de darmflora in het gebruik van medicijnen. Er zijn ook mensen in onze groep, dokter Fu, Yingyuan Fu, die is daar ook heel erg mee bezig van, wat is nou want het kan beide kanten op werken. Dus de medicijnen kunnen de darmflora beïnvloeden, maar de darmflora kunnen ook de medicijnen afbreken. Als jij tabletten inneemt, is het eerste wat ze tegenkomen, zijn de bacteriën. Dus die kunnen ook tabletten afbreken of juist actiever maken. Dus dat soort dingen, dat is een nieuw veld waar we ook heel erg interesse in hebben. Er is nog een interessante vraag uit de live chat. Hoe zinvol is het om via een bedrijf je microbioom te laten testen? Niet zinvol. Nou, daar ben je heel kort over, dus dat is heel duidelijk. En dan nog een laatste vraag voordat we overgaan naar de tweede spreker. Wanneer zou poeptransplantatie door een pil kunnen worden vervangen? Want je zei dat de toekomst is. Maar wanneer kunnen we daar dat verwachten? Nou, er zijn nu... kijk, het is wel stapsgewijs. Dus het is, in de wetenschap gaat het natuurlijk soms met horten en stoten. Maar allereerst moeten we natuurlijk bewijs hebben dat poeptransplantatie bij bepaalde ziekten echt werkt. Dan willen we graag weten welke bacteriën zijn dan de belangrijkste bacteriën. En soms heb je niet alles nodig, maar heb je een groep bacteriën nodig. En dat is nu bijvoorbeeld wel gaande, bijvoorbeeld bij de behandeling van colitis ulcerosa. Dat is een aanverwante ziekte bij de ziekte van Crohn, chronische darmontsteking.
dat we inderdaad, of niet wij, maar dat groepen en bedrijven ook zeggen van nou, we hebben eigenlijk, gaat het maar om deze bacteriën. Dit zijn de belangrijkste bacteriën. En als we die nou in het lab kweken en dat in de pillen doen, dan misschien werkt dat ook net zo goed. En misschien moeten mensen, wel, hè, dat is natuurlijk veel mooier en patiëntvriendelijker dan, de alternatieven. Dus die stappen worden wel genomen. Maar resultaten zijn er nog niet, maar er wordt wel zeker onderzoek naar gedaan. Oké. Maar als je er een tijdspad op zou moeten plakken... Dat ga ik niet doen, want daar worden wij altijd op gepakt. Op ja, precies. Nou, ja. Heel goed. Ja. Nou, heel erg bedankt, Rinse, voor dit heel heldere verhaal. Ja. We gaan nu over naar de tweede spreker van vanavond. En dat is Marjolein Klaassen. Zij is onderzoeker en arts in opleiding bij de afdeling interne geneeskunde, bij de maag-darm-leverziekte, zoals Rinse. En zij zal ons gaan vertellen over het onderzoek wat zij uitvoert op het gebied van het microbioom en de rol daarvan in verschillende ziekten. Marjolein, welkom. Leuk bedankt dat je er bent. Als je er klaar voor bent, kun je beginnen met je lezing. Helemaal goed. Heel erg bedankt dat wij hier mogen komen samen en mogen spreken. Waar het verhaal van Rinse eigenlijk net vooral ging over de darmflora in gezondheid, gaat dit deel van het verhaal meer over de darmflora in ziekte. En dan ook het effect van voeding hierop en de rol van de darmflora in behandelingen. En ik wil eigenlijk zo beginnen met de invloed van voeding op de darmflora. Daar is veel interesse naar. Dan overgaan naar de darmflora in chronische ontstekingsziekten van de darm. Daar zei Rinse net ook al wat over. Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. En dan wil ik graag afsluiten met even ingaan op op darmflora in kankerbehandelingen. Dus allereerst de invloed van voeding op de darmflora. Nou, zoals u misschien weet en net heeft gehoord in het verhaal van Rinse, zijn er heel veel factoren die bepalen hoe je darmsamenstelling er nou precies uitziet van de darmflora. En aan de linkerkant kunt u zien dat dat een aantal vaststaande factoren zijn, dus die kan je niet aanpassen. En je hebt ook factoren die je wel kan aanpassen en veranderen. En een paar voorbeelden van die vaststaande factoren zijn de erfelijkheid. Dus erfelijk is bepaald hoe uw darm eruit ziet en welke bacteriën er daarmee wel en niet willen wonen. Het hebben van een ziekte, en zoals net al is genoemd, zijn dat zowel darmziekten als ziekten daarbuiten die een effect kunnen hebben op de samenstelling van de darmflora. En het gebruik van medicijnen voor deze ziekte. En aan de rechterkant ziet u de aanpasbare factoren. Dat is bijvoorbeeld omgeving. Woont u in een drukke stad of op het platteland? Lifestyle. Heeft u een staand of een zittend beroep? En sport u veel? En een laatste voorbeeld is voeding. Eet u veel fruit en vezels of heeft u een ongezonder dieet? En vooral die rechterkant vinden wij erg interessant. Want nou, zoals Rinse zojuist beschreef, als we ze kunnen aanpassen, kunnen we misschien ook zorgen dat je de darmflora ten goede kan veranderen. En zo kwam eigenlijk de onderzoeksvraag in onze groep. Kunnen we ook door middel van voeding de darmflora ten goede veranderen? En ik wil u daarvoor eerst nog kort een ander concept uitleggen. En dat is eigenlijk dat al onze cellen, en dus onze organen die daar zijn opgebouwd, behoudens een paar slijmvliezen, zijn afgeschermd van de buitenwereld door een dikke laag cellen, namelijk de huid. En de darm is een van de plekken waar die buitenwereld eigenlijk samenkomt met de binnenwereld, de binnenkant van je lijf. En als voorbeeld daarvan ziet u hier dat de pizza, dus de buitenwereld waar bacteriën op zitten, via de mond en de slokdarm en de maag uiteindelijk in de darmen terechtkomt. En hier gebeuren dan een paar dingen. Onder andere, als je de huid voorstelt als een dichte muur, zijn de darmen eigenlijk een dichte muur met ramen. En de immuuncellen zwemmen door de darmwand en die kunnen door die ramen zien welke stoffen van buitenaf er zijn. En op die manier kunnen ze zich daar zelf op aanpassen. En mochten die stoffen van buiten ooit binnenkomen, kunnen ze daar beter op handelen. Een ander iets wat er gebeurt is dat door de voeding die men binnenkrijgt, bepaalde voedingsstoffen in de darm aanwezig zijn. En daardoor kunnen bepaalde bacteriën er wel wonen en bepaalde bacteriën niet. En dat is eigenlijk een beetje hoe we denken dat de voeding een rol heeft in hoe je darmflora eruit ziet. In Groningen hebben we daar heel veel onderzoek gedaan. En ik wil u graag wat grote conclusies vertellen die uit ons onderzoek gebleken zijn. En allereerst het eten van rood vlees en fastfood, dus dat is geprocessed eten wat je eet. Dat is geassocieerd met hoge ontstekingswaarden in de ontlasting. En die ontstekingswaarde heet dan calprotectine, die kennen misschien sommige mensen wel. Dus zonder dat je per se klachten hebt van een ontsteking, heb je toch een hogere ontstekingswaarde in de darm als je veel rood vlees en fastfood eet. Een tweede conclusie was,
dat als je veel fastfood en rood vlees eet, het zelf zo is dat die samenstelling van de darmflora heel erg lijkt op die van mensen met de ziekte van Crohn. En ik zal zo wat uitgebreider ingaan op wat voor ziekte dat precies is. Maar dat betekent dus eigenlijk als je gewoon gezond bent, je toch een darmflora hebt die lijkt alsof je een ziekte hebt. En nou, enkele voorbeelden, Ruminococcus gnavus, en nou, er zijn nog wat andere daar genoemd. Maar dat zien we dat dat dus een verschil maakt. En als laatste voorbeeld wat ik wilde noemen, is dat mensen die een mediterraan dieet eten, dus veel peulvruchten, veel goede vetzuren, dat dat geassocieerd is met de aanwezigheid van juist ontstekingsremmende bacteriën. Dus bacteriën die goed zijn voor de darm. En dat zijn korte keten vetzuren producerende bacteriën. Dat zijn goede stoffen voor de darm. En we zien dus echt dat die verhoogd zijn in mensen die een mediterraan dieet tot zich nemen. Nou, ook een blik in de toekomst voor de dieetstudies. We zijn heel geïnteresseerd, want we kijken in de voorgaande studies keken we vooral naar de totaliteit aan wat iemand eet, dus je hele voedingspatroon. En dat deden we door middel van dagboeken die patiënten bijvoorbeeld bijhielden en vragenlijsten. Maar dat is nog steeds breed en ook moeilijk in te vullen. Dus we gaan nu een nieuw onderzoek starten onder supervisie van professor Dijkstra. En dat is dan voornamelijk in de ziekte van Crohn. En dan gaan we echt voedingsboxen aanbieden aan die patiënten en daarna kijken hoe hun darmflora verandert. Zodat we veel gedetailleerder nog zelf kunnen weten, hey, dat en dat hebben we de patiënt gegeven. Wat is er nu precies veranderd in die darmflora? Dus dat is een onderzoek wat in de toekomst in onze groep gaat worden uitgevoerd. Dan zou ik nu graag willen doorgaan naar het stuk over de darmflora in chronische darmziekten. En daarbij is eigenlijk de eerste vraag, wat zijn chronische darmziekten en hoe ontstaat dat eigenlijk precies? En chronische darmziekten zijn colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Dat zijn er twee voorbeelden van. En dat zijn eigenlijk ziekten waarbij delen van het maag-darmstelsel periodiek ontstoken raken. Dus de ene patiënt heeft jaren geen klachten en dan opeens een ontsteking. En de ander is er meermaals per jaar door aangedaan. En in die periode van ontsteking hebben mensen enorm veel buikpijn, bloederige diarree. Kortom, dat kan erg ernstig zijn. En wat we eigenlijk vooral weten, ik ga zo even in op hoe het precies werkt, maar ik wil van tevoren graag een concept uitleggen, is dat het een ziekte is die door heel veel verschillende factoren ontstaat. En als je aan veel van die factoren bent blootgesteld, is de kans, of de gevoeligheid noemen we dat, op het krijgen van die chronische darmziekte, ook wel IBD genoemd, groter. En aan de linkerkant ziet u dus een situatie, dus een balans eigenlijk tussen gezond en het krijgen van die darmziekte, die is heel stabiel, dus weinig blootstelling aan al die factoren. En rechts ziet u dat zodra een persoon toch een gevoeligheid krijgt voor deze ontwikkeling, dat evenwicht wankeler is en je dus van gezond kan gaan naar het hebben van die ziekte. Nou, welke rol speelt de darmflora hier nou in? En allereerst ziet u hier hoe een gezonde darm eruit ziet. U kunt, omdat het natuurlijk een tunnel of een buis is, heeft u aan de bovenkant darmcellen, die liet dokter Weersman het zien, en aan de onderkant. En hier het lichtroze is als het ware de opening van het, de holte van de darm. En daar zwemmen ook die darmflora in. En de immuuncellen die zwemmen door de darmwand. En dit is een gezonde darm. En zodra je eigenlijk gevoeligheid hebt voor het ontwikkelen van deze darmziekte op basis van je erfelijke materiaal, gaat die balans van stabiliteit naar wankeler. Dan heb je dus kans dat je het gaat ontwikkelen. En dan ziet u hier nu rechts dat zodra je aan die gevoeligheid op basis van je erfelijk materiaal ook omgevingsfactoren toevoegt, dus roken of mensen in de omgeving, ongezonder eten of slechtere hygiëne, dat zorgt er ook voor dat die balans meer kantelt richting het krijgen van die chronische darmontstekingen. Nou, dan ziet u het volgende stuk. Dan komt er een onbekende extra trigger. Daar hebben we wel wat ideeën over, maar dat is nog niet precies bekend. Die zorgt ervoor dat die situatie eigenlijk verder escaleert en die balans nog meer doorslaat naar IBD. En dan gaat ook de barrièrefunctie, dus wat ik u net zei met de muren en de ramen van de darm, die verslechtert. Waardoor dus opeens de immuuncellen in aanraking komen zonder die muur ertussen met de darmflora. Waardoor ze op de normale darmflora eigenlijk een reactie gaan produceren. En daardoor verandert ook de darmflora. Dit is nog een voorstadium, hier heeft de patiënt vaak nog geen klachten bij. En dan uiteindelijk rechts ziet u de situatie waarbij de ziekte aanwezig is. De immuunreactie escaleert verder, de darmwand krijgt verder schade. Dus nu gaan niet alleen de ramen open, maar er
beginnen ook scheuren in de muur te komen. En dan krijgt iemand veel klachten en wordt de diagnose chronische darmziekte of IBD gesteld. En nu is eigenlijk onze vraag, waar in dit verhaal speelt nou de darmflora een rol? Draagt dat bij aan het ontstaan van de ziekte? Dus aan de linkerkant, is dat een beetje in het beloop als het aan het ontstaan is? Of is dat echt een gevolg van de ziekte? Nou, dan moeten we allereerst vaststellen, dat heeft Rinse net ook al verteld, is het zo dat mensen die echt die chronische darmziekte hebben, hebben die een andere darmflora dan gezonde mensen? En dat is in groot onderzoek met Lifelines uitgevoerd. En daar zien we dat dat waar is. Mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa hebben echt andere darmflora dan die van gezonde mensen. En ik heb een aantal voorbeelden opgeschreven. Ze hebben bijvoorbeeld lagere diversiteit, dus minder verschillende soorten aan bacteriën. Ook minder ontstekingsremmende bacteriën. Een voorbeeld is Fecalibacterium prausnitzii. Die kent u misschien uit het nieuws, die komt wel eens voorbij. En er is een toename van mogelijk slechtere bacteriën, zoals E. coli, die dokter Weersma net ook noemde. En op basis eigenlijk van deze verschillen in de darmflora kunnen we zonder dat we de patiënt zien door, als we naar die darmflora kijken, of iemand nou gezond is of iemand die chronische ontstekingsziekte heeft. Dan eigenlijk de volgende vraag, die terugslaat op waar ik het net over had. Is het nou zo dus dat de darmflora verandert als consequentie, als gevolg van de ziekte? Of is het ook al in het ontstaan? Dus een beetje een kip en het ei verhaal. En het moeilijke hierbij is eigenlijk dat om die vraag te beantwoorden, we de darmflora moeten bestuderen van mensen die nog geen IBD hebben, maar die het wel gaan krijgen. En ja, hoe ga je in de hele bevolking vinden wie die patiënt is? Dus where's Waldo? Waar is de IBD-patiënt? Want we hebben geen glazen bol om in de toekomst te kijken. En een uitkomst voor dit probleem biedt een tweelingenopzet. Namelijk een gezond individu die een tweelingbroer of zus heeft met die IBD, heeft zelf ook een verhoogd risico op het krijgen van IBD. En dat betekent dus dat die gezonde tweelingbroers en zussen misschien wel toekomstige IBD-patiënten kunnen zijn. En dat maakt ze dus in dit opzicht een heel interessante groep, omdat we misschien kunnen kijken wat er in die darmflora gebeurt voordat IBD eigenlijk begint. Nou, dat hebben we hier dus ook onderzocht. We hebben gezonde tweelinghelften verzameld, daar de tweelingbroers en zussen van met IBD, ook een onafhankelijke groep IBD-patiënten die dus geen familie zijn, en gezonde controles. En we hebben de darmflora vergeleken en ons eigenlijk de vraag gesteld, als je nou dat gezonde individu bent, dus mogelijk een toekomstig IBD-patiënt, heb je dan vooral gezonde darmflora of al een beetje een IBD-achtige darmflora? En hier vonden we interessanterwijs dat de darmflora van die gezonde tweelinghelften inderdaad al meer IBD-achtig is. En dit zou dus kunnen betekenen dat die darmflora-veranderingen voorafgaan aan het ontwikkelen van IBD. Nou, we moeten hier nog veel meer onderzoek naar doen en ook groter onderzoek. Want het zou natuurlijk ook kunnen dat het risico op het krijgen van IBD, die erfelijke belasting zoals ik u net uitlegde, dat die er ook al voor zorgt dat je die darmflora-veranderingen krijgt en dat dat is waar we naar kijken. We kunnen ook nog op een andere manier het probleem oplossen van hoe kijken we in mogelijke toekomstige patiënten. En dat is door terug in de tijd te gaan bij mensen bij wie die IBD al is vastgesteld. En we kunnen natuurlijk niet terug in de tijd gaan en zeggen, kunt u toen nog eens poepen? Maar wat we wel hebben gedaan is Lifelines, wat Rinse ons zojuist vertelde. Die heeft in 2014, van 2012 tot 2014, poep verzameld van die 10.000 gezonde mensen die geen darmklachten hadden. En sinds die tijd hebben we gekeken, dus dat is nu ongeveer 10 jaar geleden, heeft iemand van die 10.000 mensen nou IBD ontwikkeld? En we zijn ook heel benieuwd naar dikke darmkanker. En op die manier, stel dat we poep hebben van mensen voordat ze de ziekte krijgen, dan kunnen we zien, hey, zijn er al darmflora veranderingen die we eigenlijk alleen kennen van als je de ziekte al hebt? En dat zou bijdragen aan het bewijs dat het ook een oorzakelijke rol heeft. Als laatste wil ik nog kort noemen de darmflora in kankerbehandelingen. En dat is dan vooral de kankerbehandeling immuuntherapie. Chemotherapie heeft u vast vaker van gehoord. Dat is eigenlijk een infuus wat u krijgt vaak. En dat bestrijdt direct de kankercellen. Dat dringt als een vloeistof in die massa aan kankercellen. En grijpt eigenlijk aan op sneldelende cellen. Daarom is het ook schadelijk voor andere gezonde sneldelende cellen. Maar die immuuntherapie, dat is een relatief nieuwe therapie. Wat die eigenlijk doet, is die stimuleert de afweercellen die je al hebt in je lijf.
En die zorgt ervoor dat die sterker worden, dat het er veel meer worden. En dat ze veel harder gaan vechten. En die, in plaats van dat ze dat dus direct die behandeling doen, zorgt die ervoor dat de afweercellen die kankercellen eigenlijk indirect aanpakken. En we zien bij verschillende soorten kanker, zoals bijvoorbeeld huidkanker, dat die immuuntherapie echt zorgt dat iemand een stuk langer blijft leven na de diagnose. En nou ja, wat heeft darmflora nou weer met die immuuntherapie te maken? Zoals ik u net uitlegde, zwemmen dus die immuuncellen door de darmwand en kijken middels die ramen de holte van de darm in. En zo traint eigenlijk de darmflora de darmflora, de immuuncellen in de darmen. En met getrainde immuuncellen, zoals ik zojuist uitlegde, vechten ze ook beter en kunnen ze dus ook beter een ontsteking of kankercellen aan. En immuuntherapie werkt helaas niet bij iedereen. Ongeveer 10-20% bij mensen met huidkanker bijvoorbeeld reageert er goed op. En daarom is het heel interessant om te kijken welke omstandigheden dragen er nou aan bij dat je daar beter op reageert. En daarom zijn we dus geïnteresseerd geraakt in die darmflora. En we zien eigenlijk dat de immunotherapie beter werkt als de darmflora heel veel van die gezonde bacteriën, die ik ook al eerder noemde, van die korte keten vetzuur producerende bacteriën bij zich draagt. Ook zien we dat die beter werkt als de patiënt veel vezels eet. Dat denken we dat het ook indirect via de darmflora gaat. En een hoog BMI heeft. Dat zijn ook allemaal dingen die in samenspraak zijn met je darmflora samenstelling. We zagen ook dat immuuntherapie slechter werkt als er lage diversiteit is, dus minder verschillende soorten bacteriën. En als de patiënt medicijnen gebruikt die de darmflora beïnvloeden, dus bijvoorbeeld maagzuurremmers of antibiotica, zoals dokter Weersma net vertelde. En wat nou zo interessant is, kunnen we die darmflora van de patiënt veranderen, zodat we die immuuntherapie voor kanker beter kunnen laten werken? Nou, daar hebben we onderzoek hier naar het UMCG naar gedaan. En we hebben van 264 mensen, patiënten die huidkanker hebben, hebben we een ontlastingsmonster verzameld voordat ze gingen starten met die immunotherapie. Nou, daarna hebben we 12 weken die mensen met immunotherapie behandeld en weer een ontlastingmonster verzameld. En gekeken welke van deze mensen heeft er nou wel en niet gereageerd. Ook hebben we heel grondig gekeken naar welke darmbacteriën zitten er nou in die poep voordat mensen met die immuuntherapie starten. En we zagen hier eigenlijk het volgende. Allereerst reageerden 164 patiënten goed op de immuuntherapie, dus de tumor werd kleiner. En 119 patiënten reageerden niet op de immuuntherapie, dus de kanker groeide door. En we hebben dus eigenlijk gekeken welke darmflora was er nou aan het begin, wel bij de mensen die goed reageerden en niet bij de mensen die niet reageerden. Dat zegt natuurlijk iets over hoe werken die darmflora samen met de immuuntherapie. En we zagen eigenlijk ik heb hier wat voorbeelden, Bifidobacterium, Bacteroidetes en Akkermansia. Dat waren bacteriën die meer aanwezig waren bij de patiënten die wel reageerden op de darmflora. Dat is natuurlijk razend interessant, omdat je daar mogelijk de behandelingen op zou kunnen aanpassen. Nou, dit is door een andere groep ook nog verder genomen. Dat is heel experimenteel onderzoek bij een kleine groep mensen uitgevoerd, maar wel heel interessant om het concept beter te begrijpen. Dat waren 10 patiënten die huidkanker hadden en die werden behandeld met immunotherapie. En die reageerden alle 10 niet op die immuuntherapie. Toen hebben ze poep in die mensen getransplanteerd van mensen die wel eerder op die immuuntherapie reageerden. En toen zagen ze dus bij een kleine groep van die mensen, niet bij iedereen, maar dat zij plots ook op de immuuntherapie reageerden. En dit geeft ons dus toch dus nogmaals in hele kleine aantallen, dus dit kan nog niet nu in de praktijk gebruikt worden, maar is wel heel interessant voor het concept, dat de darmflora echt kan bijdragen aan de effectiviteit van immunotherapie bij kanker. Nou, zoals ik zojuist al beschreef, het is echt een heel interessant concept, de darmflora in immunotherapie, maar nog in de kinderschoenen. En we willen eigenlijk ook liever toe naar een pil, zoals dokter Weersman het ook beschreef, die een selectie van bacteriën bevat in plaats van de totaliteit aan bacteriën die bij een volledige poeptransplantatie wordt getransplanteerd. Er is dus nog heel veel onderzoek nodig om die precieze werking uit te zoeken. Dan zou ik graag willen afsluiten met een aantal hoofdboodschappen van de losse onderdelen van dit verhaal. Allereerst de voeding. Het heeft dus echt een grote invloed op uw darmflora, wat je eet.
En dan lijkt het onderzoek voor nu uit te wijzen dat als je veel vezels eet, veel verzadigde vetten, plantaardige producten, de darmflora ten positieve verandert. Terwijl als je een dieet eet met veel dierlijke producten, veel bewerkt eten, dus fastfood, je darmflora juist ten negatieve veranderen. We zien ook in ons onderzoek dat de darmflora dus een rol speelt in chronische darmziekten. We weten dat het een gevolg heeft van de ziekte, maar mogelijk dus ook een oorzaak. En dat is heel interessant, want die kunnen vervolgens ook weer dienen als aangrijpingspunt voor nieuwe behandelingen voor IBD. En als laatste, de aanwezigheid van bepaalde bacteriën in de darm. Voordat je begint met immuuntherapie voor kanker, lijken die kankerbehandeling bij bepaalde patiënten vooralsnog effectiever te maken. En daar wil ik graag mee afsluiten. Nou, dankjewel Marjolein voor dit heel interessante verhaal. Ja. En interessant ook om te horen dat het bij verschillende ziekten al is laten zien dat darmflora echt een invloed heeft. Ook hier hebben we heel veel vragen. Dus ik zal een aantal van deze vragen uitlichten. Ik denk niet dat we tijd genoeg hebben om ze allemaal te belichten. Allereerst even een heel simpele vraag. Wat is de invloed van alcohol op je darmen en darmflora? Ja, dat willen altijd veel mensen weten. We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan in de dieet dat een glas rode wijn was juist geassocieerd met een wat gezondere darmflora. Dus in die eerste korte onderzoeken lijkt het erop. Er is zeker een effect, maar dat moet nog verder uitgeplozen worden. Alleen de belangrijkste conclusie lijkt ook eigenlijk dat het meer belangrijk is de totaliteit van je dieet. Dus eet je gezond, eet je veel fruit, eet je totaal gezond in plaats van die losse voedingsstoffen. Dus alcohol in een verder gezond dieet zal een andere invloed hebben dan alcohol in een verder heel ongezond dieet. Oké. Er wordt ook een vraag gesteld over veel patiënten met darmziekten die hebben last van winderigheid. En dat is natuurlijk een vervelend probleem. Ja. Is daar wat aan te doen? Kunnen patiënten daar zelf iets aan doen? Nou, dat is een interessante vraag, want de winderigheid of de flatulentie komt door bacteriën die gassen produceren. Maar ja, een groot deel van die bacteriën heb je ook nodig om functies te vervullen voor je eigen gezondheid. Dus ja, dat is inderdaad een heel vervelende, ook sociaal gezien, vervelend probleem. Maar daar is vooralsnog inderdaad eigenlijk geen oplossing voor. Oké. Nee. Het is duidelijk dat het microbioom door heel veel dingen aangetast kan worden. De vraag is, wat is een effectieve manier, of wat is de meest effectieve manier om de darmflora te herstellen na een antibioticumkuur? Ja, dat is een hele interessante vraag. Dat vragen mensen ook wel eens als ze antibiotica krijgen. Is dan mijn darmflora voorgoed veranderd? Er is een onderzoek gedaan naar mensen die een antibiotica-kuur krijgen. Hoe die darmflora er daarna uitziet. En dan hebben ze gekeken, hoe kunnen we die het best weer herstellen? Is dat door, voordat mensen die antibioticum-kuur krijgen, poep van die mensen zelf op te vangen en ze later hun eigen poep terug te geven? Probiotica, dus middelen die bepaalde bacteriën stimuleren. En gewoon eigenlijk verder leven zoals je daarvoor leefde. Of dus je eigen levensstijl daar weer voor zorgt. En toen zagen we eigenlijk dat toch de poeptransplantatie van jezelf in het verleden, voor de behandeling eigenlijk, dat het beste werkt om weer naar je oude samenstelling terug te gaan. En dat eigenlijk die probiotica het slechtst uit dat onderzoek kwam. Maar dat was wel de probiotica die in die studie was uitgezocht en gebruikt. Dus dat zou theoretisch anders kunnen zijn bij anderen. Maar zijn er probiotica die wel goed zouden zijn in bepaalde gevallen? Nou, dat zou kunnen, maar ik denk zelf dat het wel logischer is dat omdat probiotica eigenlijk stoffen zijn die bepaalde bacteriën helpen, dat zo breed is en het ook een geval is van welke bacteriën blijven bij jou in de darm goed hangen, dat toch je eigen transplantatie van je eigen darmflora wel de grootste kans heeft om weer zich te nestelen dan een breder probioticum. Oké. Er wordt ook een vraag gesteld, dat is een iets andere vraag. Wat is het effect van het verwijderen van de blinde darm? Als mensen een blinde darmontsteking hebben gehad en geen blinde darm meer hebben, wat is er bekend over de rol van de blinde darm in darmflora? Ja, daar is zeker wat over bekend. En wij hebben in die grote groep die Rinse ook net noemde, dus ook veel patiënten of mensen eigenlijk die de blinde darm niet meer hebben. En dat is ook altijd een factor die we meenemen in het onderzoek. Soms doen we zelfs dat die mensen niet meedoen aan de analyse of dat mee wordt genomen in de analyse. Want daar zien we toch ook een effect van zeker. Of dat dan de chirurgische ingreep is of dat dan toch is dat er een anatomisch deel mist. Waar natuurlijk omdat het een uitstulpsel naar beneden is en niet waar iets continu passeert, dat daar ook andere bacteriën groeien. Dus we zien zeker een effect op de darmflora als je de blinde darm niet meer hebt.
Ik kijk nog even in de chat, want er worden een aantal heel specifieke vragen gesteld. Maar er was ook nog een opmerking, dus misschien... De vraag was namelijk over de... Je hebt dit op deze slide over verzadigde vetten. En iemand maakt als opmerking, klopt dat of worden onverzadigde vetten bedoeld? Dat is een hele goede vraag. Ik ben niet gespecialiseerd in voeding. Okay. Maar het zijn in elk geval de goede vetten, dus die in vis zitten, die in vette vis zitten. Olijfolie, dus de Mediterraanse vetten. Maar dat zijn volgens mij de verzadigde vetzuren. Maar daar pin ik me niet op vast. Dus misschien dat dit een hele goede oplettende kijker is die dat beter weet dan ik. Ja. Ik denk sowieso wat we veel krijgen is mensen die misschien lijden aan bepaalde ziekten, die zich afvragen, wat kan ik doen om mijn darmflora te verbeteren? Wat zou je adviseren aan die mensen? Het is natuurlijk een heel brede groep, dus ik kan me voorstellen dat er geen specifiek advies is. Maar is er iets wat je misschien zou kunnen zeggen? Ja, nou, dat is een hele veelgestelde vraag. Dat is voor nu nog een beetje te vroeg eigenlijk in al ons onderzoeken om daar echt harde uitspraken over te doen. Ook omdat we toch zien dat toch grotere ingrijpingen als poeptransplantaties voor nu nog meer effect lijken te hebben dan eigen interventies. Maar goed, we zien wel toch uit bijna alle studies van ons naar voren komen dat gezonde voeding, veel lichaamsbeweging, veel in de buitenlucht zijn, dat toch dingen zijn die mogelijk bijdragen aan een gezonde. Maar goed, dat zijn geen. Het is niet zo als je dat allemaal heel keurig doet, dat het dan niet meer kan gebeuren dat je ziekte krijgt. Dus daar weten we nog net te weinig van om echt goed advies over te geven op dit moment. Ja, heel helder. Een andere vraag. Je liet dat tweelingonderzoek zien. Dat is natuurlijk heel erg interessant. Kun je hierin ook onderscheiden wat de rol is van genen en wat de rol is van gedeelde omgevingsfactoren? Ja. Nou, dat is een hele leuke vraag, want dat, punt 1 hadden we 1 en 2 eigen tweelingen. Dus we konden ook nog iets zeggen over de mate van je erfelijkheid. Want de 1 eigen tweelingen hebben precies hetzelfde DNA of erfmateriaal en 2 eigen tweelingen niet. En dit waren ook veel tweelingen die al ouder waren dan 18. En daarbij hebben we aangenomen dat ze ook niet meer samenwoonden. En we hebben dus ook gekeken, als we die tweelingparen keken, is het nou zo dat de tweelingparen die nog met elkaar wonen meer op elkaar lijken dan niet? En dat zagen we eigenlijk niet, terwijl we wel weten dat eigenlijk je omgeving een veel grotere invloed heeft op de samenstelling. Dus huisgenoten lijken meer op elkaar dan familie die los van elkaar woont. Maar omdat in dit onderzoek het mensen waren allemaal van boven de 18 en dus allemaal niet meer bij elkaar wonend, hebben we dat effect ook los van elkaar kunnen halen. En zou dat dan kunnen betekenen, iets kunnen zeggen over voeding tijdens de kindertijd? Is daar iets over bekend? Klopt. Dat is ook een van de conclusies. Dat we of kijken naar die mensen die nog gezond zijn en mogelijke toekomstige IBD-patiënten hebben al een IBD-achtige darmflora. Ofwel ze hebben gewoon een gedeelde opvoeding gehad met hun IBD-tweeling en hebben daarom een groot deel hetzelfde. Dat zijn inderdaad twee mogelijke verklaringen. Eens even kijken, want ik heb nog een paar vragen. Wat is de rol van hormonen? Verandert de darmflora tijdens de overgang? Is ook een vraag die een paar keer werd gesteld. Ja, nou we zien zeker dat met leeftijd, en dat is natuurlijk ook iets wat gebonden is aan de overgang. We zien ook een andere darmflora in mannen dan dat we in vrouwen zien. Dus dat suggereert natuurlijk ook dat er een rol is van hormonen. Ook in zwangere vrouwen en tijdens de borstvoeding is darmflora anders. Dus ik ben zelf geen expert in wat dat precies voor verschillen zijn. Maar we denken wel zeker dat er ook veranderingen komen door hormonen. Ja, ja zeker. Nou, dat is heel helder. Een van de kijkers heeft als tip nog als ezelsbruggetje om even terug te komen op de onverzadigd. Oh ja, fijn. schrijft, onverzadigd is oké en verzadigd is verkeerd. Oh dus ja, dat dan, klopt. Oh, ja. Dat is eigenlijk wel een goeie. Bedankt, fijn. Dan nog een laatste vraag. Je liet zien in je praatje dat er een duidelijke rol is van de darmflora in darmziekten. Nou, dat ligt misschien voor de hand. En je liet ook zien dat het een rol kan hebben in effectiviteit van immuuntherapie. Welk ander onderzoek wordt er bij jullie op de afdeling gedaan naar de rol in andere ziekten dan darm en kanker? Zijn er bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld huidziekten of andere ziekten waar jullie een duidelijke rol vermoeden en daar onderzoek naar doen? Ja, nou wat eigenlijk wel leuk is dat heel veel disciplines binnen tumorsurgery, dus heel verschillende afdelingen, doen onderzoek naar de darmflora. Zo ook bij de neurologie, dus ziekte in de hersenen of mentale ziekte. Maar we denken dat er veel ziekten, we deden ook onderzoek naar de ziekte van Sjögren, dus droogheid, auto-immuunziekte van de slijmvliezen van de mond en de ogen. Celiakie, dus glutenallergie. Ja, we doen eigenlijk naar een heel breed scala van ziekte onderzoek naar hun rol met de darmflora. En dat kan ook dankzij het mooie Lifelines onderzoek, omdat er zoveel data is en zoveel verschillende ziekten
dat je dat heel mooi kan vergelijken. Ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie conclusie om mee af te sluiten. Nou, dan nogmaals dank Rintse en Marjolein voor deze mooie presentaties en de uitleg en het beantwoorden van de kijkersvragen. Ik denk dat we allemaal weer heel erg veel hebben geleerd en dit keer over microbioom, darmflora en het effect op de gezondheid, maar ook de rol in ziekte. En wat je al zei, het is natuurlijk heel belangrijk om te waarderen dat het Lifelines onderzoek hier zo enorm belangrijk is en zoveel belangrijke inzichten kan geven. Nou, voordat ik afsluit, het volgende. We zouden het op prijs stellen als u, dus de kijkers thuis, u ook ons dit keer weer kunt laten weten wat u van deze lezingen vond. Hiervoor is een formulier, dat kunt u vinden op onze website npa.umcg.nl. En met de uitkomsten van deze evaluatie kunnen wij onze lezingen blijven verbeteren. Ook het format is natuurlijk nu online en we horen graag van u wat u daarvan vindt. Ook mocht u suggesties hebben voor onderwerpen voor de volgende serie in het voorjaar, dan horen we dat graag. Zoals al gezegd, dit was de laatste Medische Publieksacademie van deze najaarsserie. We zien u graag weer terug bij een lezing in de voorjaarsserie. Houdt u daarvoor vooral onze website in de gaten voor de aankondiging van alle verschillende onderwerpen en de sprekers. Tot nu toe wil ik u nogmaals danken voor het kijken en voor het delen van, van uw vele vragen. Er zijn heel veel vragen gesteld. Helaas hebben we die niet allemaal kunnen beantwoorden. Maar we zijn heel blij dat u daar zoveel vragen over heeft gesteld. Dan nogmaals bedankt voor het kijken en nog een fijne avond gewenst.